Er was niet echt een plek waar dat stroompje water net vandaan kwam of vandaan kon komen. Het is gewoon bizar. Het hele gebied is normaal één grote waterplas. Het staat helemaal droog. Met een paar plekken na dan. Maar van 80% water. Ik ben niet de enige die is geweest. Het is wel bijzonder om hier zo te lopen. Ook de eerste keer dat ik hier loop. Dat is een boom omgewaaid. Daar hebben we ook wat takken. Moet je je eens voorstellen hoe droog het geweest is. Gewoon zo droog dat het hele gebied is drooggelegd door de warmte. Want dit is een berg. Dat kan ik nog zien. Een witte barst. Het waterniveau komt normaal ongeveer tot hier. Ongeveer. Dat is ruim 1,30 meter. Maar het staat nu heel laag. Het moet eigenlijk weer zoveel regenen dat het weer helemaal onder water komt te staan. Maar even aan deze kant kijken. Het staat ook helemaal droog. Zo zie je maar dat de droogte heel veel effect heeft op dit soort natuurgebieden. In richting een van een raar ding, een jerrycan. Dat hoort hier ook niet thuis. Deze kant op.
Pad langs de andere kant kan lopen. Dat zijn er toevallig twee zwanen. Hij is bezig met voedsel van de bodem te halen, zo te zien. Water loopt normaal helemaal door. Weer iets van plastic. Tas. Mooi groepje bomen. Hoop ik dat ik hier verder kan. Aan de andere kant richting de dijk van Milan. Ik kan duidelijk zien dat het water van deze kant daar zo heen komt. Zo te zien kan ik hier niet verder. Ik ga de video beëindigen. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Doei!